Zo, camera loopt. Klopt het? Oh, oké. Okay. Sylvia Christel, Patrick Conrad. Ik dacht dat jullie hier gewoon zaten te lunchen, maar jullie blijken werkprojecten, samen een project te hebben. Is het uitgelegd? Blijkbaar, ja. Ja, wij weten het al zelfs, dus wat gebeurt er allemaal? Het is een vrij recent project, dus het is een film die wij samen gaan draaien in Los Angeles en Mexico. Het is een Frans-Amerikaans project waarin Sylvia de star is. Ik ben natuurlijk dolgelukkig. Je kent mijn enorme bewondering voor Hollywood en voor stars. Nu heb ik de twee samen. Dat is een droom die werkelijkheid. En Sylvia, kan jij al iets zeggen waarover het precies gaat? Ja, zoals Patrick ben ik ook een beetje bijgelovig. Ik wil dus niet te veel uit de school klappen. Maar ik kan wel zeggen dat het gaat over een soort mondaine komedie. Want daar zat ik natuurlijk al die jaren op te wachten. En die kans is me nu gegeven. We hebben een heel sterk script door een jonge, talentvolle schrijver. Ja. Gelijk gaat hij zich reden op. Maar als het goed is, beginnen we dus in september. Ja. 3 september. 3 september, ja. Ja. Patrick, ik dacht, het is de eerste maal dat jij überhaupt in Los Angeles komt? Ja, ik ga ook zelfs Los Angeles ontdekken. Ik kom er echt als een Vlaamse boer. Heb ik niet gezegd. Hè? Nee, voor mij is het ongelooflijk. Maar het is niet het feit van Los Angeles te ontdekken. Het is het feit om een kans te krijgen om als Belgisch regisseur in Amerika te proberen. Dan zullen we zien of we kinderen blijven of niet. Maar ik denk dat ik terugkom. Ja. Mag ik nog één ding zeggen? Zeker, heel waarom zeker. Ik zo blij ben Patrick te hebben als regisseur. Ik heb namelijk zijn film Mascara gezien. En ik was heel zwaar onder de indruk daarvan. Over zijn regisseurskwaliteit. Ja. Want ik heb natuurlijk wel 35 films gemaakt. Maar met een heleboel slechte regisseurs. Dus nu hoop ik dat bam, bingo, komedie, Los Angeles. Het moet goed gaan. Ja. Ik heb er maar één gemaakt, maar een goeie. Ja. Ja, nou, daarom dus. Ja. En het feit van hier in Cannes te werken, bevordert dat eigenlijk projecten? Krijg je daar meer respons, weet ik veel? Ja, het is wel zo dat ik natuurlijk de producent hier kan ontmoeten, dat ik Sylvia hier kan ontmoeten. Je ontmoet iedereen op 1 week tijd als je er zin in hebt. Hè. En natuurlijk. Dat is toch wel makkelijk. Ik denk dat je hier, zeker met een project, dat je beter naar hier komt dan een paar dagen. Ja, zeker. Al de talenten ontmoeten elkaar. Ja, en het is ook gemakkelijker om op de Vlaamse televisie te komen. Ja, het is ook makkelijker om jullie hier beide samen te hebben natuurlijk. Nee, het is echt het ontmoetingspunt. Ja. Elk jaar. Ja. Ja. We wensen jullie in ieder geval heel veel succes. Jullie zijn welkom. Oh, dank u wel. Tot ziens dan. Dag. Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, maar het is wel een moeite. Ja, wat ben je nog? Even uit. Misschien ook met achter.
Helmut Newton zei ook vanavond. Ja, dat is een heel goede vriend, dat klopt. Ja. Hij haat me. En jou? Hij haat mij. Waarom? Omdat ze... Ik moest op een gegeven moment voor de affiche van 1 maart 2 onder water liggen. Ja. En dan moest ik af en toe boven komen natuurlijk, om lucht te happen. En toen had ik rode ogen, dat was Newton. En toen was ik kwaad, ik stapte op het water. Ik zat op een dag en dan kon ik Duits tegen hem schuilen. Toen zit ik echt wel. Ik zou even naar de vloer gaan. Stel dich hin. Stell 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 S'il vous plaît. Vous avez un stylo? J'ai un stylo, ben voilà. Merci beaucoup. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour Michel. Pour Philippe, pour moi, c'est pour les copains qui me faisaient plaisir. Bonjour, merci pour eux. Ah oui, ça sera dur d'écrire là, hein? Ouais, je vais essayer. Ouais. 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 Merci. Voilà. Merci. Pas de stylo? Mmh. Pas d'autre. Ah. Thank you.